Geachte minister Schippers, binnenkort vindt de tweede termijn plaats van het Kamerdebat over het drugsbeleid. U krijgt daarin namens het kabinet de kans antwoord te geven op de vele vragen die gerezen zijn over de aangekondigde aanscherping van het gedoogbeleid voor cannabis. Deze aanscherping treft vooral de coffeeshops. Door de uitsluiting van niet-ingezetenen, de verplichte registratie van klanten en het verbod op cannabis met meer dan 15% THC, komt een einde aan de openlijk toegankelijke coffeeshop. De belangrijkste Nederlandse sociale innovatie van de afgelopen halve eeuw, volgens emeritus hoogleraar sociologie en milieukunde Egbert Tellegen. Sinds 1976 staat het Nederlandse cannabisbeleid in het teken van de bescherming van de volksgezondheid. Door de verkoop van kleine hoeveelheden cannabis in coffeeshops onder strenge voorwaarden te gedogen, wordt de consument niet gecriminaliseerd en is er een veilig alternatief voor de illegale straathandel, waar kwaliteit niet verzekerd is en waar de consument ook in aanraking komt met andere middelen die veel schadelijker zijn dan cannabis. De ervaringen met dit beleid zijn voor het grootste deel positief. Het gebruik van cannabis is in Nederland lager dan in een groot aantal Europese landen waar geen coffeeshops zijn. De coffeeshops zelf creëren nauwelijks overlast en vormen een integraal onderdeel van het uitgaansleven, met een niet te onderschatten sociale functie. Er is echter een groot probleem met ons gedoogbeleid, mevrouw Schippers. Omdat de teelt nog altijd illegaal is, bestaat er naast de gedoogde verkoop in coffeeshops ook een groot aanbod van kwalitatief goede cannabis op de illegale markt. En terwijl de coffeeshophouder er alles aan doet om zich aan de regels te houden, hebben de personen die op de illegale markt opereren daar geen enkele boodschap aan. En omdat het aanbod van cannabis in onze buurlanden niet alleen volledig illegaal is, maar ook vaak van erbarmelijke kwaliteit, steken vele Belgen, Duitsers en Fransen dagelijks de grens over op zoek naar een paar gram goed geteelde cannabis voor een redelijke prijs. Laat hier geen twijfel over bestaan. Zij zullen dat blijven doen, ook als ze de coffeeshops niet meer inkomen. Nu al zijn de voorbereidingen om de wietpas te ontwijken in volle gang. Zo bieden Nederlanders aan Belgische coffeeshopbezoekers hun diensten aan om na 1 mei als tussenpersoon te fungeren. Om nog maar te zwijgen over de scooterjongens die op parkeerplaatsen hun waren aanbieden aan de toerist met het verhaal dat toegang voor niet-ingezetenen nu al verboden is. Bovendien zijn het niet alleen buitenlanders die zich na 1 mei niet meer in de coffeeshops zullen laten zien. Er zijn ook heel veel Nederlanders die zich niet willen laten registreren als cannabisconsument. Sommige mensen riskeren hun baan te verliezen als hun werkgever lucht krijgt van hun groene hobby. En ook vrezen veel cannabisconsumenten negatieve consequenties voor bijvoorbeeld hun ziektekostenverzekering of hun hypotheekrenteverstrekking. Als het kabinet deze plannen doorzet, zullen coffeeshops verworden tot een soort afhaalcentra. Drugsrunners, straatdealers, huisdealers en hashtaxis zullen cannabis leveren, al dan niet verzwaard met verf, haarlak of andere rotzooi, aan mensen die geen lid van de besloten club mogen of willen worden. De gevolgen voor de openbare orde, de veiligheid en de volksgezondheid laten zich raden. Niet minder, maar meer overlast en criminaliteit. Niet meer, maar veel minder controle en transparantie. Wij zien uit naar uw standpunt in het Kamerdebat. Uw collega van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, heeft regelmatig laten weten dat hij cannabisgebruik gewoon slecht vindt en dat hij de coffeeshops het liefst allemaal zou willen sluiten. Wij hopen van u argumenten van een hoger kaliber te mogen vernemen. Maar hoe het ook zij, als u instemt met de aangekondigde maatregelen, maakt u zich mede verantwoordelijk voor een beleid dat schadelijk is voor de volksgezondheid en dat van Nederland een natie van drugsrunners zal maken. En dat, mevrouw Schippers, kan toch zeker niet de bedoeling zijn. Bedankt voor uw aandacht en een vriendelijke groet.